Gigant gaat deze week geleidelijk aan weer open. Nieuw distributiecentrum voor online supermarkt Picnic. Koning bracht werkbezoek aan de gemeente en de horeca. Burgemeester voelde zich thuis op de stadsakkers. GroenLinks maakt 4 mensen blij met een groen lintje. En boeren protesteren tegen de motie van de gemeenteraad. Twee maanden dicht geweest, nu is het tijd. En dus we gaan volgende week met veel enthousiasme weer beginnen. Zegt gigantdirecteur Dirk de Bruin opgelucht. Het Apeldoornse cultuurhuis voor pop, film en kunsteducatie gaat stukje bij beetje weer open voor het publiek en cursisten. Vanaf dinsdag gaat dat al gebeuren. Eerst met het cursushuis, dus de lessen, muzieklessen en dergelijke. En het terras buiten, café nog niet, maar het terras wel. En dan vrijdag om 5 uur is de eerste filmvoorstelling weer na lange tijd. En je zei net even vooraf al, die is al uitverkocht, hè? Bijna. Bijna we hebben geloof ik nog 4 plekken. Dus als je bij de beentjes, want daar gaat het over van Herman Vinkes, er nog bij wil zijn, dan is het toch een historisch moment eigenlijk. En dan moet je snel zijn. Door de coronamaatregelen is er in Gigant het nodige veranderd. Maar ook voor de bezoekers. Nou ja, we hebben ons te houden in het gebouw aan een aantal protocollen van de overheid. Dus vanuit de brancheorganisaties, film en popmuziek en cursushuis. Dat betekent dat we die 1,5 meter maatregel moeten handhaven. Dus dat doen we ook. Dat je voor de film vooraf moet reserveren of al kopen, nog beter. Is dat er in de zalen maar een minimale capaciteit is. Hè. Er kunnen in de grote zaal bij ons nu nog met 26 mensen. En om de andere stoelen zit een strik, daar mag je niet op zitten. Dus dat. Je komt het gebouw in en je loopt er de andere kant weer uit. Dus het is allemaal inrichtingsverkeer. 1,5 meter in de rij, et cetera, et cetera. Dus dat was nog wel even wat moeite en denkwerk om dat allemaal goed uit te puzzelen. Maar we zijn eruit. De Bruin verwacht niet dat de bezoekers moeite hebben met de nieuwe regels. Misschien dat er op bepaalde plekken binnen het cultuurhuis nog iets veranderd moet worden. Ik denk wel dat in de filmzaal dat we daar nog een beetje moeten zoeken en puzzelen. Hoe ga je nou precies naar je stoel toe en hoe ga je er weer weg? Maar met ik verwacht geen moeilijkheden met het handhaven van die 1,5 meter. Want daar zijn we echt allemaal wel aan gewend hoor. Dat gaat wel goed. Achter de schermen is er hard gewerkt. Zo heeft de bar van het café een facelift ondergaan. De popzaal blijft voorlopig nog dicht. Het wordt voor Gigant nog wel een uitdaging om die ruimte coronaproof te krijgen. Waar we heel erg over aan het nadenken zijn is de programmering in de popzaal. Want die blijft dicht nog tot 1 september in ieder geval. En als die dan alweer open gaat, dan moeten we ook daar 1,5 meter handhaven. En dat betekent dat er maar 40 man in kunnen. Nou, daar zijn we, daar is Joris Postelaar onze programmeur een programmering aan op het maken. Dus dat wordt wel heel spannend. Gigant draait hoofdzakelijk op vrijwilligers. Directeur De Bruin is blij dat zij straks weer komen werken. We hebben natuurlijk meer dan 100 vrijwilligers en die hebben we bevraagd over wil je werken en voel je je vertrouwd ermee. We hebben een uitgebreid protocol opgesteld, dat hebben zij ook gekregen. De juniploeg, om het maar even zo te zeggen, die is nu in het gebouw om te kijken van hoe het allemaal precies in zijn werk gaat. Dus alle diensten zijn gevuld per juli hopen we dan op te schalen. Nee, die hebben er net als wij heel veel zin in, gelukkig maar, want die draaien alle filmdiensten. Maandagmiddag is een 71-jarige man uit Herwen zeer ernstig gewond geraakt nadat hij plotseling moest uitwijken voor een elektrische snorscooter. De scooterrijder wilde midden op het fietspad op de Hoogbuurloseweg bij Uggelen keren. De 71-jarige wielrenner en een andere wielrenner weken beide uit, waarbij de oude man lelijk te val kwam. De man moest zelfs gereanimeerd worden en werd later met een traumahelikopter naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen overgebracht. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Veel mensen maken zich zorgen over hun baan. Want voor heel veel bedrijven, groot en klein, is dit een extreem moeilijke periode. Maar dat geldt niet voor online supermarkt Picnic. Het bedrijf is de laatste jaren hard gegroeid en de coronacrisis doet nog een duit in het zakje.
Hier in Apeldoorn komt daarom een spliksplinter nieuw distributiecentrum. Ja, we hebben hier een pand van 20.000 vierkante meter. Dat is het grootste FC dat we tot nu toe hebben. Dus hier pikken we echt de orders voor klanten specifiek al. Het gaat dus goed met het bedrijf. Dat staat in scherp contrast met andere bedrijven in de regio, want ook in Apeldoorn loopt het aantal werklozen op als gevolg van de coronacrisis. Wij merken nu sinds het begin van de coronacrisis dat we zo'n 400 WW-uitkeringen aanvragen erbij hebben. We moeten natuurlijk nog kijken wat het structurele effect is, maar dit is wat we tot nog toe gemeten hebben. Met de komst van Picnic naar Apeldoorn zijn ook weer banen gemoeid. En dat geeft perspectief. Ja, we gaan hier dus binnenkort open en dat betekent dat we ook weer heel veel mensen nodig hebben om hier al het werk te gaan doen. En voor deze locatie betekent dat we ongeveer 450 mensen nodig gaan hebben uiteindelijk. Ik neem aan dat Picnic zo direct de werving gaat doen van hun medewerkers. En ja, dan helpt het, zou ik maar eventjes zeggen, dat er wat meer voorhanden is in die arbeidsmarkt. Dat gaat wel in stappen. We gaan niet meteen met zoveel mensen beginnen, maar we gaan wel vrij snel groeien al. Ja, in de eerste weken gaan er heel veel mensen bij komen hier. Het is even na 1 uur als de auto met kenteken AA86 aankomt bij het stadhuis in Apeldoorn. Burgemeester Ton Heerts ontvangt de koning, natuurlijk zonder het schudden van handen. Binnen wordt de koning bijgepraat over de maatregelen die de veiligheidsregio genomen heeft en hoe ambtenaren omgaan met thuiswerken. De koning luistert, is belangstellend en stelt vragen. Ook praat hij met de burgemeester en leden van de gemeenteraad over het vergaderen op afstand via de computer. Ja, we zijn bijzonder vereerd als Koninklijk Apeldoorn, hoofdstad van de Veluwe, dat we hier de koning mochten ontmoeten. Het ging vooral om het werk in de gemeente. Hè. Wat gebeurt er nou? Bijstand, de bijzondere bijstand voor de ondernemers. Daarna gaat de koning een kijkje nemen bij de terrassen in de binnenstad. Het bezoek van de vorst is niet van tevoren aangekondigd en dus een verrassing voor de mensen in Apeldoorn. Wij zaten te kijken waar al die mensen naar aan het kijken waren. We dachten, oh, even kijken. En toen kwam die in één keer. En dan is het ineens de koning. Ja, ja. Grappig. Hebben we dat nooit gezien van zo dichtbij. Heel leuk. Bij deze horecagelegenheid krijgt hij uitgelegd hoe het intakegesprek bij de terrassen in zijn werk gaat. Inderdaad, we hebben inderdaad een vast reglement hoe we gasten ontvangen. Zowel bij ons restaurant als ons Grand Café. Wat zei de koning allemaal? Nou, met name heel erg geïnteresseerd, hè, de situatie bekijkend. En geïnteresseerd ook in de werkwijze en hoe we dat bedacht hebben. En het medeleven vond ik voorop, ja. Leuk dat hij er even was. Absoluut, ja. Cadeautje. Toch, in deze tijd. En dan is tegen 3 uur het werkbezoek weer ten einde. De koning zwaait nog eventjes en vertrekt. In de nacht van dinsdag op woensdag heeft er een kleine bosbrand gewoed aan de Wieselseweg in Wenum-Wiesel. Voorbijgangers ontdekten de brand en belden de brandweer. Door de lange periode van droogte rukte de brandweer met 4 wagens uit. De brand woedde op meerdere plekken in het bosgebied. De branden waren snel geblust. De politie gaat ervan uit dat het hier om brandstichting gaat. Aan de Zeis in Apeldoorn stond in de nacht van dinsdag op woensdag een open container in brand. Buurtbewoners gingen met tuinslangen de brand te lijf in afwachting van de brandweer. Die heeft niet veel later het vuur weten te doven. Bij de brand raakte een schutting en een tuinhuisje beschadigd. Vermoedelijk is ook hier sprake van brandstichting. Hij was nog nooit op de startakkers van Apeldoorn geweest, maar een uitnodiging om daar een rondleiding te krijgen kon burgemeester Ton Heerts niet afslaan. Hij nam daar ook ruim de tijd voor en liet zich informeren over hoeveel mensen baat bij het verbouwen van groente en fruit hebben en wat de startakkers nog meer te bieden heeft. Wat vindt u ervan? Ja, ik vind het geweldig. Het is weer zo'n mooi stukje Apeldoorn. Hè. Dit hebben we ook in onze gemeentegrenzen liggen. Aan de ene kant de villa's van Zuidbroek. Daarna Zevenhuizen, daarna de stad. En hier ligt zeg maar een geweldig stukje schoon Apeldoorn. Daar het massief van de Veluwe, hier richting de IJssel. En de stadsakkers van Apeldoorn is eigenlijk een verborgen schat. Ja, u bent natuurlijk Apeldoorn al sinds jaren. Maar u was hier dus nog nooit geweest. Nee, ik ben hier nog nooit geweest. Maar Apeldoorn is ook best groot. Dus ik kan ook niet zomaar alles bezoeken. Maar ik vind het ook... heerlijk om in de tijd waarin we leven, om niet elke dag met de crisis bezig te zijn. Maar eigenlijk hier de schoonheid van onze mooie gemeente, om dat hier te ontdekken. Met zoveel vrijwilligers, met zoveel mensen die met hart en ziel van de bijen tot de bloemen, tot de planten, tot de aardbeien. Top! Wat vond u van zijn ontvangst?
Ja, geweldig. Hij heeft het volgens mij ontzettend goed begrepen en ontzettend goed naar zijn zin gehad. Ton Heerts werd zo enthousiast dat hij tijdens de rondleiding spontaan de camera gebruikte om een oproep te doen. Jongens, wat een fantastisch project hier, de Stadszakkers. Eigenlijk zou iedereen het moeten weten. Dus als je echt puur van de natuur wilt genieten en echt producten uit eigen stad en streek, Stadszakkers. De burgemeester wilde ook even op een trekker gaan zitten, want dat deed hij vroeger als jongen ook al. Je zat ook net even op de trekker en dat ging goed? Ja. Ik heb nog een trekkerrijbewijs. En ik weet niet meer precies waar die ligt, maar ik kreeg hem aan en de koppeling en even vooruit had ik dan nog een kleine assistentie van het bestuur bij nodig. Maar dat begrijp ik ook wel. Je kan niet zomaar de burgemeester de Stadszakkers op laten gaan zonder veiligheidsmaatregelen. Maar het is allemaal goed gegaan. De rondleiding werd afgesloten met een kijkje te nemen in de nieuwe blokhut die later in dit jaar in gebruik genomen zal worden. Ik heb begrepen dat het voor het merendeel door de mensen zelf is neergezet, hè? Ja, nou, we hebben de ruwbouw hebben we gekocht. En die is in 2 dagen neergezet. En verder met de vrijwilligers en met de deelnemers, met iedereen, hebben we hier aan gewerkt. En gelukkig zijn er ook mensen die specialist zijn op hun terrein. Dus dingen als leidingen leggen, water, gas, elektriciteit. Ja, dat kan je niet zomaar een beetje op zijn janboerenfluitjes doen. Dus het moet allemaal degelijk gebeuren. En we vinden het geweldig dat er mensen zijn die dat kunnen en die ook vrijwillig hier willen werken. De burgemeester gaat kijken of hij de Stadszakkers financieel een handje kan helpen. Hij heeft ons een aanbod gedaan om verder te praten over mogelijkheden om extra financiële middelen te krijgen. En dat hebben we ook nodig. Wij worden voor een belangrijk deel betaald vanuit de WMO. En verder moeten we het echt hebben van sponsoren. En we hebben maar ongeveer 1,5 vaste kracht die we betalen, die we in dienst hebben. En verder is alles vrijwilligers. En alles is het mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die hier werken. Dus wil je dit project echt laten lopen, dan is het echt nodig dat je daar extra geld voor krijgt. En als hij daar zegt van ik kan daar wel een bemiddelende rol in spelen, vinden we dat geweldig. Ter afsluiting krijgt Ton Heerts een potje met bijenhoning en een mandje met aardbeienplantjes. Houdt u van aardbeien? Ik hou van aardbeien, want ik ben nu al wekenlang vaste gast op het plein waar de markt is. En meestal koop ik 2 bakjes aardbeien. En dat vind ik heerlijk. En door de yoghurt of op de beschuit met suiker. Ik kom van de boerderij, dus het is echt super lekker. Bewoners aan de Lekstraat in Apeldoorn stonden woensdagmiddag raar te kijken toen een hoogwerker door een stempel zakte en net niet omviel. Een man die verstand van de hoogwerker had en de brandweer hebben samen de hoogwerker weer veilig ingeklapt gekregen. De klus duurde ruim 1 uur en trok veel bekijks. Niet duidelijk is waardoor de stempel is weggezakt. Woensdagavond is een scooterrijder gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Op de Laan van Zevenhuizen in Apeldoorn botste de scooterrijder op een fietser. De fietser liep daarbij lichte verwondingen op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Zowel de scooter als de fiets raakten door het ongeval zwaar beschadigd. De scooter is voor onderzoek door de politie meegenomen. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Het was alweer voor de 16e keer dat GroenLinks Apeldoorn haar jaarlijkse groene lintjes uitreikte. Van de 17 genomineerden werden er donderdag 4 mensen vereerd met deze bijzondere, maar vooral ook duurzame onderscheiding. GroenLinks gaat niet zelf op zoek naar mensen die duurzaam bezig zijn, maar doet dat via een oproep. Nou, we hebben op verschillende manieren oproepen gedaan, onder andere via radio, televisie Apeldoorn. Hè. Ze hebben live op de radio onder andere geweest bij 2 programma's. Ook op andere manieren roepen wij eigenlijk inwoners van Apeldoorn op om mensen te nomineren die iets waarvan ze vinden, nou, die doen iets bijzonders, iets goeds op het gebied van duurzaamheid of in ieder geval een groen thema in Apeldoorn. Ja. Hoe lastig is dat om die mensen bij elkaar te vinden? Nou, het gaat erg goed. We hebben dit jaar hadden we 17 aanmeldingen. En we hebben echt kritisch nagekeken van wie springen daar dan bovenuit. En zo zijn we tot deze 4 gekomen. Maar we waren ook blij verrast. We hebben ook echt wat te kiezen.
Op het terras van Jules Verne op het Raadhuisplein werden de vier lintjes uitgereikt. Door de coronamaatregelen werd dat nu anders gedaan. Een familielid mocht het groene lintje bij de winnaar opspelden. Bij het lintje hoort een orkonde en een bos bloemen die vooraf al op de gereserveerde tafels waren gelegd. Oud-raadslid Harry Vos kreeg het lintje omdat hij al jaren strijdt tegen de sluiting van het kroondomein. Eindelijk een lintje? Ja, van groen lintje wel, ja. Het groene lintje. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ga eigenlijk, in het verleden dacht ik wel eens, goh. Maar ja, ik kon het ook wel begrijpen. Ik ben niet van GroenLinks, ik ben van Partij voor de Dieren. Ja. Dus ik denk, ja, dat doen ze natuurlijk niet. Maar daarvoor was ik nu extra verrast en ja, toch gewoon hartstikke leuk eigenlijk. Ja, maar is het niet zo dat zo'n GroenLintje niet politiek gericht is, maar meer om wat je doet? Ja, dat heb ik nu ook wel gehoord en begrepen. Van het gaat meer om de, ja, ook wel een beetje wat ik gedaan heb. Ik bedoel, vooral dat vasthouden in het kroondomein en zo. Ja. Maar ik hoorde nu gewoon, ja, de mensen, Harry, hoe je bent en wat je doet. Nou ja, dat is leuk om te horen. Dat hoor ik wel vaker, moet ik dan wel zeggen. Of dat, ja, hoor je vaker. Dat is ook een beetje arrogant. Maar ik bedoelde eigenlijk van, ja, ik probeer alleen maar mezelf te zijn, stotterend soms dingen, ja, hè, zo. Dus ja, dat is dan, en dan ook nog hier en daar de nek uitsteken. Ja, nou, over die kroondomeinen, dat is weer hartstikke actueel, hè? Ja. Blij met die aandacht? Ja, ik heb eigenlijk, toen ik de politiek ging verlaten en me moest concentreren op mijn leven na de raad 2 jaar geleden. Toen heb ik de Zwijnensociëteit opgericht en me voorgenomen om net zo lang door te gaan op het kroondomein tot de koning eruit is en het ook helemaal open is. Dat heb ik echt me voorgenomen en ik probeer alle. Ik ben nu alweer in actie voor dit najaar, ben ik al mee bezig. Hè? Want de 15 september gaat die weer dicht als er niks gebeurt. Nou, dan staat er weer een actie. En dat zullen ze een vervelende actie vinden. Ik moet nog even geld vrij zien te maken ergens, maar dat gaat wel lukken. Arie te Kleij kreeg het lintje omdat hij geregeld een rondje in het Meenpark maakt en daar het zwerfafval opruimt. Hij doet dat met een grijper en zo kan hij alle rotzooi oppakken en in een zelf meegenomen zak doen. Ondanks dat hij daar nu voor onderscheiden is, blijft de klei er heel nuchter onder. Nou, ik fiets gewoon op mijn paadjes. En dan zie ik allerlei dozen en chipzakjes en papiertjes. En soeppapiertjes, die pak ik allemaal op. Ja. Vindt u dat niet beschamend dat mensen dat zomaar achterloos achter zich neerleggen? Daar snap ik niks van. Nee. Nee, want er zijn mensen die gaan picknicken. En blikjes en flesjes en allemaal troep laten ze gewoon achter. Ja. En dat kan er niet vatten. Nee. Maar hoe trots bent u nu met dat mooie lintje? Ja, trots. Ja. Ik vind het wel fijn dat het geëerd wordt. Adèle Rijs kreeg de groene versierselen opgespeld doordat ze al jaren haar inspant voor een milieubewuste omgeving. Je bent de enige vrouw tussen het gezelschap van vier lintjes. Hoe is dat dan? Ja, dat had ik me nog niet gerealiseerd, maar ik ben heel blij dat er ook een vrouw erbij is. En ik ben ook heel blij dat ik het mag zijn. Ik vind het echt geweldig. Ja. Wat doe je dan zo speciaal dat je daarvoor een lintje krijgt? Nou ja, het is zo wat Danny al zei. Ik ben eigenlijk vanaf dat ik in Apeldoorn woon, en dat is nu iets van 25 jaar, bezig met energie. En het besparen van energie, allerlei initiatieven daarop. Hè. Bijvoorbeeld bij de A, toen die A werd opgericht, hè, de Duurzame Energie Apeldoorn Coöperatie. Daar was ik bij, de eerste project om mijn huizen gasvrij te krijgen. Helemaal, en al dat soort initiatieven. En nu ben ik in mijn buurt bezig, weer opnieuw begonnen met een initiatief om onze buurt het kijken hoe we van het aardgas vrij kunnen. We hebben meegedaan aan een wedstrijd om je eigen energiecentrale virtueel voor elkaar te krijgen. Ja, ik ben met groen bezig, groene daken. Wat hij zei, in de hele breedte bezig, eigenlijk al meer, ja, 25 jaar. En toen ik over nadacht, was het ook al zo van, eigenlijk is het mijn hele leven. En dat niet omdat dat in het begin zo bewust was. Maar ik kom uit een middenstandsgezin. En wij hadden het zeker in het begin helemaal niet breed. En dan was het gewoon,
alles werd hergebruikt. Alles, je ging veel bewuster met dingen om. Dus het is er bij mij zeg maar ingeramd en het is er nooit meer uitgekomen. Ja, wel op een goede manier, maar ik ben niet iemand die verkwistend leeft of zo. Henk Holtslag heeft 7 jaar in Nicaragua gewoond en gewerkt. Hij was daar vooral bezig om de plaatselijke bewoners te voorzien van water door middel van een zogenoemde Malawi-handboor. Die boor past hij nu ook in Apeldoorn toe. Alle reden voor een groene onderscheiding, vond de jury. Wat heeft u in uw handen? Ik heb hier een Afrikaanse grondboor. Een Afrikaanse grondboor? Ja. Oké. Okay. En wat kun je daarmee? Hier kun je zelf mee in de eigen tuin een put boren. In 2, 3, 4 dagen, afhankelijk van hoe diep het water is. Maar met deze techniek kun je zeg maar in 3 tot 4 dagen zelf een put boren van 5 tot 6 meter diep in je eigen tuin. En de logica is dat je het water uit die put zelf weer toevoegt. Dat wil zeggen dat je het water van je dak en van je terras misschien, maar dat het water van je dak in de tuin loopt. En daarnaast maak je een put, zodat je het in de droge tijd weer kunt oppompen. Maar daar heeft u wel een heel mooi groen lintje voor gekregen. Hoe blij bent u daarvoor? Ja, nou, natuurlijk een eer om een lintje te krijgen. Maar ik vind het leukste om aandacht te krijgen voor een simpele boormethode. En ook het concept. Dit is namelijk, ik werk al heel lang in Afrika, in ontwikkelingslanden. En wij trainen mensen daar, bedrijfjes, om dit soort dingen te doen. Om zelf een put te boren. En een pomp te installeren, zodat ze dus water kunnen pompen. Ja, maar dan nog steeds de vraag, hoe trots bent u met hoe het trots lintje? Ben ik? Ja, geweldig trots. Volgend jaar worden de groene lintjes ook weer uitgereikt. Maar daar kan u zich nu al voor inschrijven. U kunt zich dan aanmelden op de website van GroenLinks Apeldoorn. Met zo'n 14 tractoren kwamen de boeren uit de omgeving naar het stadhuis om te protesteren tegen een motie van de gemeenteraad. Een kleine raadsmeerderheid wil dat de veehouderij niet verder mag gaan uitbreiden of zelfs moet gaan inkrimpen. De boeren zijn er boos over en zijn bang dat dit ook in andere gemeenten gaat gebeuren. In die motie, die heb ik bij me, daar wordt voorgesteld om als Apeldoorn een voorbeeldgemeente te zijn voor de landbouw en daarin verregaande maatregelen aan te kondigen voor de landbouw, waaronder alleen nog maar kringlooplandbouw toe te staan in Apeldoorn, natuurinclusief en de intensieve landbouw in Apeldoorn geheel te laten verdwijnen. Wij zijn ons daar heel erg van geschrokken en wij zagen dat en we zeiden, ja, we moeten daar in ieder geval op reageren. Dus daarom zijn we hier. Donderdagavond werd de motie in behandeling genomen. Alleen niet in het gemeentehuis, maar online. Toch vonden de boeren dat zij hun protest voor het stadhuis moesten houden. Ze zeggen van, nou, we moeten er gewoon heen, want die motie die wordt nu gewoon behandeld. En we gaan een brief schrijven en die gaan we proberen in te brengen in de vergadering. Die brief hebben we net overhandigd aan de burgemeester. En de burgemeester zou hem persoonlijk overhandigen aan de voorzitter van de vergadering. En die zou zorgen dat hij ook voorgelezen wordt voordat de motie behandeld wordt. De veehouders hopen dat de gemeenteraad een betere afweging maakt dan de motie aangeeft. Er staan hele mooie doelen in. Maar de mensen die daarover stemmen, die hebben die doelen in beeld. Maar die weten niet goed hoe het in de praktijk werkt. Wij hopen dat ze gewoon inzien dat als de motie, hoe de motie omschreven is, als dat uitgevoerd wordt, dat het probleem niet opgelost wordt, maar alleen verplaatst wordt. En dat het netto resultaat zeer negatief is. En wij hopen dat ze dat gaan zien en dat ze daarom zeggen, ja, dat is niet de bedoeling. We willen juist vooruit en niet terug in de tijd. De boeren kijken niet alleen naar het heden, maar vrezen vooral voor het voortbestaan van hun bedrijf in de toekomst. De boeren rondom Apeldoorn die moeten ook gewoon een toekomst hebben. En wij hebben ook in de brief gezegd, als je verbetering wil of verandering wil, dan moet de vraag vanuit de markt komen. Wij zijn boeren, wij produceren wat de markt vraagt. Het zou razen als de politiek van Apeldoorn beslissingen neemt, waardoor de boeren rondom Apeldoorn, en ik heb een opvolger, waardoor die in één keer geen toekomst meer hebben.
De Apeldoornse motie wordt gezien als een voorbeeld. Daardoor is de kans groot dat ook andere gemeenten dit gaan overnemen. Apeldoorn wil een voorbeeldgemeente zijn, dus daarom zijn we hier. Maar als dat in meerdere gemeentes gaat gebeuren, gaan we daar wel heen. In de nacht van donderdag op vrijdag werd een auto door brand verwoest. Door nog onbekende oorzaak ontstond de brand in het voertuig. De auto stond geparkeerd in een woonwijk aan de Wijmarsstraat in Apeldoorn. De brandweer was snel ter plekke en wist de brand snel te blussen. De politie doet uitgebreid onderzoek naar de brand, maar sluit brandstichting niet uit. De auto mag als verloren worden beschouwd.